Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er ligt vrijwel geen bewolking in onze omgeving en dat is goed nieuws. De zon schijnt dus uitbundig. De start van de dag kan hier en daar wel wat nevelig zijn met plaatselijk zelfs nog wat mist, maar die mist gaat vrij snel verdwijnen in de loop van de ochtend en dan schijnt de zon dus flink. Temperatuur in de ochtend de graad of 8. Vanmiddag loopt het kwik op tot ruim boven de 10 en zelfs boven de 15 graden op de meeste plaatsen. Op de Wadden 12 graden, in de rest van het land 15 tot 17. Flink wat zon, wat stapelwolken droog weer en amper wind. Dan gaan we naar de avond, en dan lossen de wolken in het binnenland grotendeels op. Het wordt helder, de temperatuur daalt langzaam. In de nacht gaat het kwik omlaag naar een graad of 6. En dan kan er ook wel weer een enkele mistbank ontstaan, morgen vrij snel verdwenen. Eerst zon, dan stapelwolken. Kleine kans op een buitje in het binnenland, maar die kans is heel erg klein. En later op de dag neemt de bewolking dan weer wat toe. Temperatuur hoog 16 tot 18 graden. Dat is zondag niet het geval, want de wind is dan gedraaid naar het noordoosten en in de nacht is een eh, koudere lucht binnengestroomd. 8 tot 12 graden de temperatuur op zondag. Maandag ook een graad of 12, net als dinsdag. Maandag veel zon, dinsdag is er weer kans op wat regen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.